In 9 afleveringen gaan we in op informatiebeveiliging en privacy binnen het onderwijs. In deze aflevering beeldmateriaal. Beeldmateriaal, foto's en filmpjes, bevatten persoonsgegevens, dus valt het gebruik ervan onder de AVG. De foto ter identificatie in het leerlingdossier is noodzakelijk en mag gebruikt worden, maar alleen daarvoor. Voor het gebruik van beeldmateriaal gelden regels. Voor leerlingen tot 16 jaar moeten ouders toestemming geven via een toestemmingsformulier. Deze toestemming mogen ze weigeren of later intrekken. Vanaf 16 jaar beslissen leerlingen zelf over het gebruik. Het moet altijd duidelijk zijn voor welke doeleinden het beeldmateriaal wordt gebruikt. Toestemming voor een foto in de schoolgids betekent niet automatisch dat je die foto ergens anders ook mag gebruiken. Deze regels gelden ook voor ouders die binnen de schoolomgeving foto's maken van leerlingen. Soms is het lastig en lijkt de spontaniteit ervan af te gaan. Toch is er veel mogelijk binnen de grenzen. Overleg met elkaar en met ouders over het gebruik van beeldmateriaal. Meer weten? Kijk op kennisnet.nl voor meer informatie.